Op den duur zal er een verhoging in de rentepercentages moeten komen bij de Surinaamse banken. Steven Cotino, directeur van de Surinaamse Bank, die tevens voorzitter is van de Surinaamse Bankiersvereniging, zegt dat er hierover geen uitweg bestaat. Hij sprak zaterdag tijdens een Zoom-meeting voor leden van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten ASFA en overige belangstellenden. Cotino reageerde naar aanleiding van het bericht dat in de pers verscheen over nodige drastische renteverhoging van de handelsbanken. Je moet hele vervelende, ingrijpende keuzes maken om uiteindelijk weer in rustig vaarwater te komen. Nou ja, en DSB is daar een mooi voorbeeld van. We hebben 2,5 jaar lang hele zware, moeilijke keuzes moeten maken. Maar op een gegeven moment kom je in rustiger vaarwater. En dan zie je op een gegeven moment dat mensen beginnen te ademen. Ja, we krijgen klachten en vaak zijn ze ook terecht. We're working on it. Maar datzelfde geldt ook voor een land. Je gaat even door die pijn moeten. Je treft geen mooie diamant aan. Je treft iets aan wat wel heel erg veel geschuurd moet worden. Dus ja, communicatie is key. En ik geloof binnen DSB hebben wij dat ook geprobeerd heel vaak te doen. Zoveel mogelijk communiceren met zoveel mogelijk mensen. Wij hadden elk kwartaal een bankhall meeting om mensen steeds op de hoogte te houden. Ja, met COVID ging het een beetje lastig natuurlijk, maar hou mensen steeds op de hoogte. Cotino zegt verder dat het belangrijk is dat financiële instellingen hun klantenbestand en ook gewoon de totale samenleving steeds informeren over veranderingen die zullen komen. Er is volgens de directeur de bedoeling dat mensen weten wat komt om te verwerken waarom zij meer geld moeten uitgeven. Cotino benadrukt verder dat het onrealistisch is dat individuen stellen dat er mogelijk een verlaging zal komen op rentepercentages. Om meer risicodragend kapitaal te investeren in bedrijven om geefogeblikters die local content te kunnen leveren aan hetgene wat komen gaat. Dus sorry dat ik niet een hele simpele antwoord geef van ja, de handelsbanken gaan nu rentes omlaag knallen. Ik ga dat gewoon niet zeggen. Want dat klopt gewoon niet. En ik zal nog gewoon, in ieder geval, ik praat dan eventjes als bankier, ex-bankier. Ik denk niet dat een enkele bank dat zal kunnen doen, want dat haal je gewoon niet. Cotino stelt dat de lokale banken overleg hebben gevoerd met de Centrale Bank van Suriname en dat er vervolggesprekken moeten komen. De voorzitter wil dat bankinstellingen hun plannen bekend maken. Hij is van mening dat de besluiten die binnen de financiële instanties zullen worden genomen geen verrassing mogen zijn in geen enkele vorm.